mensen. Hartelijk welkom hier in die schitterende zaal. Hier is ze, Major Boshart. Ja, Major, daar kijkt u van op, hè? Nou, behoorlijk, ja. Karel Eijkman was een Nederlandse schrijver en dichter. En voor Nederland heeft hij veel betekend, maar ook voor het Leger des Heils. Want hij schreef de musical over het leven van Major Boshart. Een jaar geleden is hij overleden en vandaag ga ik langs bij zijn vrouw, want ik ben benieuwd, wat vond hij eigenlijk van het Leger des Heils? Wil jij ook nog wat? Alsjeblieft. Paulien, welke band had Karel met het Leger des Heils? Eigenlijk in het begin helemaal niks. En wat hij wel altijd had, want dat was wel dus Major Boshart, dat was hier in Amsterdam en dat vond hij wel een hele bijzondere figuur. Wat weet u nog uit de tijd dat hij aan die musical schreef? Ja, dat vond hij geweldig. Want kijk, hè, schrijven, dat was, dat was voor hem verschrikkelijk belangrijk. En dat vond hij ontzettend leuk. En dan ook heel leuk om zo'n leven in beeld te brengen. Wat heeft u van hem geleerd? Dat ik er mocht zijn. Voor mij niet waardeloos, niet hopeloos. Ik ga langs bij Frank Wentink. Hij produceerde vele theatervoorstellingen, dinnershows en ook deze musical. Ik zag gelijk toen ik het script ging lezen dat het buitengewoon goed in elkaar zat. Ja, ik was gelijk, de eerste ontmoeting die ik had in een Amsterdamse kroeg met hem, was ik gelijk onder de indruk van zijn onvoorstelbare geestelijke bagage. Hij kon werkelijk overal over praten, dat kon je ook in het script lezen, hè. Maar ik vond hem vooral down to earth en dat vond ik zo bijzonder. Hij kon echt met alle lagen van de bevolking omgaan. En dat heeft mij echt heel erg geïnspireerd en ook geboeid in die man. Wat kan ik voor u doen? Ik kom mij op de hoogte stellen van de situatie hier. We zijn regelmatig bij Mies en Mariska thuis gaan repeteren. We zijn in de studio gaan repeteren. En steeds opnieuw heb ik Karel daarvoor uitgenodigd om erbij te komen. En toen zei hij, nee, ik wil de productie niet beïnvloeden. Ik kom kijken naar het eindresultaat op de avond van de première. En ik weet nog wel dat ik vanuit de regie toch steeds de zaal inkeek. Ik wist precies waar hij zat. Maar ik merkte aan zijn lichaamstaal, merkte ik dat hij het fantastisch vond. En de afloop omhelste hij mij en toen zei hij, jullie hebben het geweldig gedaan. Ja, en dat, die opmerking koester ik nog altijd. Woorden en teksten en gedichten hebben kracht. Hoort u nog van mensen om u heen wat hij voor hen heeft betekend? Ja, dat ze bijvoorbeeld een vrouw dus troost vond in de psalmen, in een bepaalde psalm. En dan denk ik, god, dat, hè? Nou, dat. En wat je dan ook nog opeens weer hoort van mensen die woord voor woord daar zoveel aan hebben gehad. Ik vind dat verschrikkelijk fijn dat dat dan dus zo, nou, dat dus doorwerkt. Ja, dat hij er dan nog is op een bepaalde manier.